Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Het is alweer een tijd geleden dat er een video online kwam. De reden daarvoor is dat we na januari gewoon even wat meer de tijd nodig hadden. Gewoon eventjes weer klaar met het vuurwerk zijn, zodat we zo meteen keihard kunnen terugkomen. In deze video laat ik jullie zien wat we nog over hebben van oud en nieuw. Normaal doe ik dat al in januari, maar ik was er echt eventjes klaar mee, Jordi ook. Dus we dachten bij onszelf, weet je wat, nu doen we dat. En de komende tijd zal er af en toe nog wel een video komen. Wanneer weet ik niet precies, een beetje flexibel. Maar straks in september, jongens, zijn we helemaal terug. Ik ben ook heel erg benieuwd met corona, wat het allemaal gaat doen natuurlijk. We zitten de hele dag thuis. En het is natuurlijk heel moeilijk om dingen te verzinnen wat je kan doen op een dag. Ik wil even een dikke SO doen naar het spel Shadow of Legends. Dit spel speel ik de afgelopen tijd heel erg veel op de iPhone. Ik laat ook even wat beelden hier zien. Alleen je kan dus player versus player spelen of verschillende verhaallijnen. En je hebt heel veel champions die je kan unlocken. Wel 400. Je kan die champions dus helemaal naar jouw smaak maken. En als je een potje wint, dan krijg je zilver. En met die zilver kan je dus je champion naar jouw smaak maken. Dus extra sterkte en verschillende wapens. En normaal gesproken ben ik dus niet zo fan van het spelen op de iPhone. Alleen bij dit spel, toen ik begon te spelen, dacht ik van... Ojo, die kwaliteit is wel echt heel erg leuk. Net zoals gewoon op de PlayStation. Maar dan op je telefoon. Iedere dag als je inlogt krijg je gratis rewards. Dat wist ik niet. Maar dat is dus kennelijk van 90 dagen naar 180 dagen verlengd. Dan krijg je energy, dan krijg je diamanten en zilver elke dag als je dus inlogt. En je krijgt ook de Barbarian Champion Skell of the Drake gratis. Dus als ik jullie was, als je al speelt, ga iedere dag inloggen. Want dan krijg je de rewards voor de komende 180 dagen. Momenteel speel ik campaign. Dat is gewoon een verhaallijn. En dan ga je steeds... meer stukken veroveren, dat vind ik ook wel ziek. Bij level 4 en ik speel met Galek, die champion vind ik de meest sterke. Ik heb op dit moment 4 champions volgens mij, maar ik ben ze echt allemaal proberen aan het verzamelen. Je kan het dus op de telefoon spelen, maar ook op de computer of de laptop. Ik speel het zelf op de iPhone, vind ik het beste en het chillst. Overal onderweg speel ik het nu. Laat het weten jongens, als jullie het ook spelen. Want dan kunnen jullie mij even een bericht op Instagram sturen. En wellicht spelen we dan binnenkort eventjes samen tegen elkaar. Player versus player of in arena. Alleen arena is dus pas geunlocked bij level 6. Dan kan je dus in de arena tegen heel veel verschillende spelers spelen. Laat het me weten op Instagram en dan kunnen we misschien even een potje doen. Ga nu naar de beschrijving jongens, want daar zijn speciale links. En als je op die link klikt, dan krijgen jullie 50.000 zilver en een gratis epic champion. Deze staan dus voor jullie klaar voor de nieuwe spelers en je kan dus je avontuur daar beginnen. Hier in beeld kan je zien waar je het kan ophalen wanneer je het spel gedownload hebt. Maar let op, vanaf het moment dat jullie deze video zien, is de link maar voor 30 dagen maximaal geldig. We hebben wel wat opgenomen in januari, alleen moet ik zeggen dat dat natuurlijk wel weer een stukje terug was. Achter mij laat ik even precies zien wat we nu nog hebben staan. Is best wel wat. En eigenlijk heb ik speciaal een paar dingen bewaard. Jullie zien al die grote tunnekings daar staan. Speciaal bewaard voor volgend jaar, omdat ik al het idee had. Wat ik eigenlijk altijd al in de video's zeg, dat ze verboden gaan worden. Nou, jullie zien het jongens. De collectie is behoorlijk kleiner. Hier heb ik trouwens wel een Albert Heijn tas met tunnekings. Ja, we hebben nog veel meer Thunderkings, maar die liggen niet boven. Die moet ik even uit de kelder halen en daar had ik geen zin in. Maar Thunderkings, die hebben we ook. En nu laat ik jullie deze even zien. Want kijk, deze Sonnets. De Sonnet 3. Daar hebben jullie vorig jaar allemaal naar gevraagd. Want in de shopvideo van Nederland staken we er toevallig één af. En iedereen die vroeg van wat was dat dan in godsnaam? Nou, dat waren dus de Sonnets. Kat 3 Thunderkings. Zijn er dus dit jaar uit, dus je kan ze niet meer halen. En daarom heb ik ze dus bewaard. En uiteindelijk ook een heel karton Knetterkings. Vraag me niet waarom. SO naar Jordi, want Jordi die zei tegen mij van haal een heel karton. En uiteindelijk gaven we daar dus gehoor aan. Ik snap eigenlijk niet waarom daar iets geels in zit en daar allemaal... Nu gaan we even het vuurwerk hier achter zetten en dan zien jullie precies wat we hebben. Het voelt trouwens wel echt raar om na zo lange tijd weer een keer een video op te nemen. Ik kon niet meer vinden, dat is heel raar. Misschien heeft Jordi ze nog liggen. Maar hier had ik er 4 pakjes nu liggen. En daar gaan we zeker wat mee doen. Ook trouwens met die Knetterkings hoor. Voor stoken in of wat dan ook. Gedurende het jaar, jullie gaan wel allemaal video's kunnen zien. Deze, we hebben de afgelopen oud en nieuw wel wat verschillende afgestoken. Deze zijn dus officieel dus verboden nu jongens. Het is echt te bizar voor woorden dat zelfs rotjes eruit gaan. Maar goed, we hebben het allemaal voorspeld. Ook Ruben nog. Hij heeft laatst trouwens weer een video geüpload.
over de problemen die hij momenteel heeft. Dus allemaal een aanrader om te kijken en steun hem eventjes. Want er kijken in deze periode namelijk minder mensen, wat gewoon logisch is. We maken vuurwerkvideo's die gewoon vooral bekeken worden in december. Maar bijvoorbeeld Ruben die heeft wel zijn steun nodig. Dus ga maar naar zijn laatste video en steun hem eventjes. Want hij heeft wel echt een aantal problemen die niet chill zijn. Deze heb ik echt al 2 jaar of zo, maar ik vergeet hem steeds dat ik hem heb. Dus met oud en nieuw steken we heel veel af en dan kom ik er weer achter. Oh, we hebben deze nog. De Double Blast. Ook grotere Thunder Kings. Even zien, wel F2. Maar ja, die hebben we dus ook nog. Maar volgend jaar ook daaruit waarschijnlijk. Fonteinenmix van de Aldi. Kat 1 natuurlijk. Nou, ik zeg eerlijk, het zijn mooie pakketjes. Altijd lachen om een keer mee te stoken. Ik vind in de zomer stoken trouwens ook wel chill. Alleen hebben we het de laatste tijd wel minder gedaan. Zodat we in ieder geval straks de motivatie weer volledig hebben om video's voor jullie te maken. Happiness. 3 stuks. Ja, altijd lachen. Ik vind Happiness al echt wel echt zo'n ouderwets vuurwerkje, weet je. Dat is gewoon ziek. Hier, Romeinse kaarsen. Ja, een aantal los in een pakje. Ook een soort van stukje wat uiteindelijk allemaal zal verdwijnen. Het trieste van alles is natuurlijk, wat ik net al zei, jullie kunnen de video van Ruben nog checken. Alleen hij heeft wel gelijk dat we uiteindelijk gaan naar verkoop met alleen maar cakes. En wat Ruben ook al zei, ze willen dus ook werpbaar vuurwerk gaan verbieden. Dus Romeinse kaarsen zijn al verboden, maar Thunder Kings, Happiness, weet je, daar kan je mee gooien. Dus die gaat er dan ook uit. Maar ja, uiteindelijk kan je met cakes kan je ook gooien natuurlijk. Want als wij met een grote cake naar elkaar gaan gooien, dan kan je echt wel, dan kan je zelfs iemand mee verwonden doordat een cake gewoon veel weegt. Maar ik vind het gewoon allemaal heel erg bullshit. Eigenlijk moet ik me daar niet mee bezighouden, want buiten schijnt de zon, het is super lekker weer en we zitten allemaal binnen. Maar als ik weer over vuurwerk begin, dan denk ik bij mezelf van shit man, waar gaat het allemaal naartoe? We worden echt gezien als criminelen als we even wat vuurwerk afsteken. Dus het is gewoon te bizar voor woorden. Ik hoop dat Oud en Nieuw gewoon nog doorgaat, ook door corona. Daar wilde ik ook nog even met jullie over hebben. Want heel veel vuurwerkwinkels en zo, die zijn het hele jaar bezig. Het lijkt alsof ze alleen maar open zijn natuurlijk het einde van het jaar. Maar jullie vergissen je echt in het feit dat zij het hele jaar door al bezig zijn met fabrikanten, hun assortiment samen te stellen. En door wat er nu gebeurt met corona is het gewoon de vraag of hun allemaal nog er zijn straks einde van het jaar. Vooral de wat kleinere winkels. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat en dat we gewoon een oud en nieuw kunnen hebben met einde van het jaar. Maar daar gaan we snel achterkomen. Waar ik ook benieuwd naar ben is al die markten in het buitenland. Waar we altijd naartoe gaan met vlogs, met de trips. Hoe zijn die markten nu, weet je? Ik bedoel van, wij komen de grens natuurlijk niet over, maar verkopen ze daar gewoon nog? Of zijn daar ook lockdowns? Ik denk het wel, maar ik vraag me echt af of er überhaupt nog mensen op die markten komen. En of ze überhaupt nog bestaan, want die mensen moesten het echt hebben van die paar euro die wij daar spenden. En dat was al voor hun vetpot. En als ze dus nu al tijdenlang niet kunnen verkopen, ja, ik hou me hard vast voor ze. Dit was dus weer eventjes een korte update, jongens. Ik zal nog even laten zien hoe het eruit ziet. Check. Dit heb ik nu staan. Netjes, wat zal het zijn? 5, 6 kilo vuurwerk of zo. Legaal ook, zoals altijd. Blijf allemaal binnen, jongens. Des te sneller is alles voorbij. En kunnen we weer gewoon alles oppakken. Want ik zeg je eerlijk, ik verveel me echt de pleuris. En daarom heb ik jullie ook even dat spel laten zien. Jullie kunnen hem downloaden via de link in de beschrijving. Krijg je 20.000 zilver, wat je dus ook altijd krijgt na een gewonnen pot. En dan kan je dus bijvoorbeeld champions kopen of upgraden. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Later!